Het is nu bijna 12 uur na de grote geweldsuitbarsting gisteren op Rotterdam-Zuid. En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel? Dat je die stad naar de vriendin hebt geholpen? Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend? Geeft dat een tevreden gevoel? En wat heb je gedaan met die spulletjes die je gestolen hebt gisteravond? Van die zaken bij een juwelier of bij een zeeman? Voelt het goed om wakker te worden met een tas volgestolen spullen naast je? De stad, de Rotterdamse identiteit, de stad waar je trots op bent, de stad die jou groot gemaakt heeft. We hebben afgelopen jaren met elkaar ongelooflijk veel energie en geld gestopt om de Bijlandse Laan en de Goede Hiddendijk prachtige mooie winkelstraat van Rotterdam te maken. Maar jij bent er trots op toch? En vervolgens help je je eigen stad naar de Filistijnen. Een held toch, hè? Ben jij? Je tas gestolen spullen vandaag naast je bed. Wat zegt je geweten eigenlijk? En ouders? Ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar hij was? Heeft u die ook gebeld van kom thuis, want het is 9 uur geweest? Heeft u dat afgevraagd? Of heeft u toch die spulletjes uiteindelijk ook gewoon gezien en dacht van oh ja, ach, het is normaal dat het zo gaat? Ondernemers, we laten u niet in de steek. We gaan jullie helpen. Samen met verzekeraars en alle anderen gaan we jullie proberen weer een start te geven. Want wij geven niet op. En Rotterdam is sterker geworden door strijd. Echt strijd. Voor de waarden van de samenleving. Voor waar het werkelijk om gaat. Een solidaire stad waar we voor elkaar opkomen. De stad is niet een stad die wij graag willen slopen. Tot slot mijn dank en waardering voor al die dienders van gisteravond. Bijna 300 in getal. Geweldige inzet. Mannen, hartelijk dank. Soms hebben ze zelfs een blessure opgelopen. Er waren ook heel veel vrouwelijke dinders gisteravond op de been. De wijkagenten. De mensen van de stad die vandaag de boel afgelopen nacht schoon hebben gemaakt. Maar ook alle anderen die zich ingezet hebben om uiteindelijk de stad vandaag toonbaarder te maken. En, je zit nu vast hè, 60 aanhoudingen. Wat betekent dat? Straks, strafblad. Wat betekent dat? Straks geen VOG? Wat betekent dat? Straks geen baan? Was dat de moeite waard? Denk eens goed na over jezelf. En of je op deze manier met ons Rotterdammer wilt zijn.